In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. En met uw geest. Goedemorgen, dierbare zusters en broeders. Vandaag, de 14e zondag door het jaar, horen wij over de zending die wij als christenen van de Heer Jezus hebben gekregen, de zending om de blijde boodschap overal te brengen. We maken het even stil in ons hart en belijden voor God en voor elkaar onze schuld om deze viering goed te kunnen doen. Heer die de rouwmoedigen troost, Heer onze Heer, ontferm u over ons. Heer onze Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor ons zondaars, Christus onze Heer, ontferm u over ons. Christus onze Heer, ontferm u. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, Heer onze Heer, ontferm u over ons. Heer onze Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Glorie en eer zij God, glorie en eer zij God, aan de mens van Oh,
Laat ons bidden. Barmhartige Heer, Gij belooft ons troost en vrede en telkens weer schenkt Gij ons de zekerheid dat wij bij U geborgen zijn. Zend ons uit dat wij ieder mens Uw vrede brengen en dat allen die wij ontmoeten de nabijheid ervaren van Uw Rijk. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De eerste lezing. Als een rivier leid ik de vrede naar haar toe. Uit de profeet Jesaja. Verheug u met Jeruzalem en juich over haar. Allen die haar lief hebben, neem deel aan haar vreugde. Allen die over haar treuren. En laat u tot verzadiging toe. Zorgen aan haar borsten van troost. En u vol genot laven aan haar zo rijke bloemen. Want zo spreekt de Heer. Als een rivier leid ik de vrede naar u toe. En als een onstuimige stroom de schatten der volken. Gij zult gezoogd worden, gedragen op de arm, vertroeteld op de schoon. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten. Jeruzalem zelf zal u troost zijn. Wanneer gij dat ziet, zal uw hart zich verheugen. Uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen. En de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren. Woord van de Heer. Wij danken God. Jubel voor God, alle landen.
de tweede lezing. Ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets anders te roemen. Die op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is. En ik voor de wereld. Besneden zijn betekent niets. En onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn. Vrede en barmhartigheid komen over allen. Die naar die beginsel willen leven. En over heel het volk Gods. Laat voortaan niemand mij lastigvallen. Want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Woord van de Heer. Wij danken God. Alleluia. 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 Alleluia, oh, alle, alle, alleluia, alle, 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 alleluia, oh, alle, 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 alleluia, alle, alle, alleluia, alle, alle, alleluia, oh, alle, alle, alleluia. Zijn met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Christus aan u zij geloven. In die tijd wees de Heer 72 leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit, naar alle steden en plaatsen waarheen hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst, arbeiders te sturen om te oogsten. Ga dan, maar zie, ik zend u als lammeren onder de wolven. Neem geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel, en groet niemand onderweg. In welkes huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn, vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten. En zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat gij u aanbieden. Want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat,
en ontvangen wordt, eet wat u wordt voortgezet. Geneest de zieken die er zijn en zeg tot hen, het Rijk Gods is nu nabij. In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trek daar door de straten en zeg, zelfs de stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel, het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u, die dag zal het voor de mensen van Sodom drakkelijker zijn dan voor die stad. De 72 keerden vol blijdschap terug en zeiden, Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam. Hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand, en niets zal u kunnen schaden. Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheug u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. Woord van de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, in het openingsgebed deze zondag hebben wij gebeden tot God als volgt. Barmhartige God, u belooft ons troost en vrede en telkens weer schenkt gij ons de zekerheid dat wij bij u geborgen zijn. En zend ons uit dat wij iedere mens uw vrede brengen en dat allen die wij ontmoeten de nabijheid ervaren van uw koninkrijk. Dit is het openingsgebed geweest vandaag. Troost en vrede, geborgenheid en trouw, zo is onze God ons nabij. Dit is de blijde boodschap die onze lieve Heer Jezus Christus ons heeft gebracht. In onze onmacht, in de strijd tegen de greep van het kwaad, waar de hele wereld in gedompeld is, komt Jezus, de Heer die het levende woord van God is en door de hemelse Vader gezonden in ons midden. Hij komt om ons te bevrijden van deze boze machten die ons op allerlei manieren aanvallen. Beste vrienden, God de Vader wil in zijn almacht en in zijn oneindige liefde voor ons niet hebben dat wij ten onder gaan door de tirannie van
van het kwaad. Integendeel, Hij, de Almachtige God, over leven en dood, wil zien dat alles leeft en gelukkig is. Jezus Christus Het woord van God is om die reden mens geworden. In zijn menselijk lichaam heeft hij de macht van het kwaad gebroken, vernietigd. Daarvoor heeft hij zichzelf geofferd en hij is gekruisigd, gestorven en begraven. Maar hij is ook uit de dood verrezen. Hij is opgestaan uit de dood. En ieder nu die op het kruis naar Jezus kijkt en in hem gelooft en naar hem luistert, zal worden gered. Door het geloof in Jezus wordt de macht van het kwaad dat de mens teistert, vernietigd. Het kwaad heeft dan geen macht meer over de mens, over de mens die in Jezus gelooft. Dit is de blijde boodschap van verlossing die door de Zoon van God over de gehele wereld moet verkondigd worden. Alle mensen moeten weten wie Jezus is. Alle mensen moeten weten dat God van hen houdt. Op een bepaald moment, tijdens zijn leven op aarde, zendt de Heer Jezus daarom 72 van zijn leerlingen uit om deze blijde boodschap aan de wereld bekend te maken. Ook nu in onze tijd, zusters en broeders, worden mensen, jong en oud, uitgenodigd door God, geroepen en gezonden om de blijde boodschap van liefde, van leven, door te geven aan de wereld. Zijn boodschap van vrede en geborgenheid. Dit moet bekendgemaakt worden aan alle mensen op aarde. Jezus zegt, de oost is groot, maar arbeiders zijn er weinig. En dan geeft hij ons ook de opdracht, bid daarom tot de Heer van de oogst om arbeiders in zijn wijngaard. Dat wil dus zeggen dat wij veel intenser moeten bidden en met groter vertrouwen op de verroepingen in de kerk van Christus op aarde. Wij zullen meer moeten bidden voor roepingen. Roepingen om die blijde boodschap door te geven aan de mensen rondom ons en in de wereld. En we denken bijvoorbeeld aan gebed voor priesters, religieuzen, diakens, catechisten, parochiemedewerkers, misdienaars, maar ook alle anderen die geroepen worden om in Gods kerk de blijde boodschap te brengen, door te geven aan medemensen.
Jezus zendt dus de leerlingen 2 en 2 uit. Om deze blijde boodschap van God, de boodschap van verlossing, uit te dragen. Waarom 2 en 2? Wij kunnen niet alleen voor onszelf houden. De liefde moet uitgaan naar medemensen toe. Het gaat dus om de onderlinge liefde die de leerlingen moeten tonen, zodat de wereld mag zien dat zij leerlingen van Jezus zijn. De blijde boodschap wordt gebracht uit de liefde tot God en uit de liefde voor de medemensen. Daarom zegt Jezus, waar er 2 of 3 in mijn naam verenigd zijn, daar ben ik in hun midden. De ware leerling, beste broers en zusters, van Jezus, moet de wereld laten zien dat God de God is van liefde. Dat Hij voor ons zorgt. En dat Hij ons troost en beschermt en vrede geeft. In zijn of tijdens zijn leven en in zijn woorden moet dan de leerling dit zichtbaar maken voor de mensen om hem heen. De ware leerling van Jezus moet ook helemaal zich toeleggen om te vertrouwen op God, op Gods voorzienigheid. En dat ontbreekt heel veel onder de mensen, onder de gelovigen. Vertrouwen op Gods voorzienigheid. En dat is ook de taak van degene die uitgezonden wordt, om dat door te geven aan de wereld. Alle zekerheden van deze wereld moeten zij verlaten en onder alle omstandigheden alleen op Gods liefdevolle zorg vertrouwen. Beste vrienden, hij die Gods woord aanvaardt, aanvaardt ook de leiding van de kerk. Want God heeft zelf zijn kerk ingesteld en haar een leiding gegeven. Namelijk, toen hij aan de leerlingen vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Sprak Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus op zijn beurt zei, wat hij daar zegt, Simon, is niet door mensen aan jou doorgegeven, maar de Vader God zelf. Daarom, jij bent Petrus nu en op jouw geloof zal ik mijn kerk bouwen. De opvolger van Petrus is de paus en van de apostelen zijn het de bisschoppen van de katholieke kerk. De kerk bewaart en beschermt wat zij van de apostelen en dus van Jezus heeft ontvangen. Want het ware geloof mag niet
door verkeerde interpretaties worden aangetast. God is trouw. Bij Hem zijn wij veilig en hebben wij de zekerheid dat Hij, de goede herder, ons beschermt en ons leidt en voor ons zorgt. Daarom volgen wij zijn opdracht. Bemint elkaar zoals ik u heb lief gehad. Want daaraan zal de wereld erkennen dat jullie mijn leerlingen zijn. Met deze woorden, beste vrienden, worden wij als gedoopten en als leerlingen van Jezus door de kerk van Christus uitgezonden om alle mensen op aarde te laten zien dat God van hen houdt en hen in zijn liefde omhelst en koestert. God is liefde en God laat niemand vallen. Amen. Laten we recht gaan staan en ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu over tot het gebed van de gelovigen. Bidden wij vol vertrouwen tot God onze Vader, die onze troost en vreugde wil zijn. Bidden wij voor onze paus Franciscus, de bisschoppen, de priesters, diakens en alle overige gewijde en niet gewijde dienaren in Gods wijngaard, dat zij vreugdevol de weg gaan van dienstbaarheid en liefde. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u, verhoor ons. Wij bidden voor een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest over onze kerk en alle gedoopten, zodat zij de gaven van de Heilige Geest mogen ontvangen en zo vruchten mogen afwerpen tot groei en bloei van uw koninkrijk. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u, verhoor ons. Bidden wij voor de gezinnen, dat zij onvoorwaardelijke liefde mogen ervaren. Voor ouders die van elkaar verwijderd zijn geraakt en voor hun kinderen. Voor hen die een geliefde hebben verloren door de dood. Soms zelfs heel onverwacht, zonder afscheid. Wij vragen u, Heer, dat zij troost mogen vinden in u en dat u hen opricht uit het verdriet, zodat zij weer uw vreugde en uw vrede mogen ervaren. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u, verhoor ons. Bidden wij voor hen die zich eenzaam voelen, voor hen die zich niet gezien of gehoord voelen, voor hen die in armoede leven, voor slachtoffers van geweld en voor hen die niet meer geloven in God. Vader, u kent hen allemaal bij naam. Heer, wij vragen u,
Breng mensen op hun pad die opnieuw de waarheid van uw oneindige liefde, goedheid en trouw aan hun mogen onthullen. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u verhoor ons. Bidden wij voor ons land Suriname, dat wij mogen geraken uit de economische crisis waarin wij thans verkeren. Geef wijsheid en inzicht aan hen die zijn aangesteld als leiders van het volk. Geef, o Heer, dat onze hele samenleving zich zal toeleggen op herstel van morele normen en waarden in de omgang met mens en natuur. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u verhoor ons. Wij bidden voor de regeringsleiders over de hele wereld. Vader, u hebt ons de aarde gegeven om er goede zorg voor te dragen. Wij smeken u, kom in de harten van alle wereldleiders, zodat zij mogen kiezen voor dialoog boven oorlog en geweld en voor respect en gelijke rechten voor ieder mens boven discriminatie en hebzucht. Wij bidden u, lieve God, dat de acties van onze kerk tot verzoening en bevrijding voor alle naties succesvol mogen zijn. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u verhoor ons. Bidden wij voor onszelf, Heer. Open onze ogen en maak ons hart ontvankelijk voor hen die onze hulp nodig hebben. Schenk ons vergevingsgezindheid en vergeef ons voor alle keren dat we onze deuren gesloten hebben gehouden voor u en voor onze naasten. Vernieuw ons, Heer, door de kracht van uw Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u verhoor ons. Bidden wij voor allen die ons zijn voorgegaan in de dood. Heer, hun namen staan geschreven in de palm van uw hand. En u laat uw kinderen niet verloren gaan. Wij vragen u, neem hen op in uw goedheid. Schenk hen de eeuwige rust en vrede. En mogen het eeuwige licht hen verlichten. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u, verhoor ons. Beste gelovigen, u bent nu in de gelegenheid om uw eigen intenties aan de Heer op te dragen. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u verhoor ons. En vragen wij onze lieve moeder Maria om voorspraak bij haar zoon Jezus, wanneer wij samen bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wat onze Vader, wees aanwezig in ons leven. Vervul ons met uw liefde en maak ons tot brengers van uw vrede. Dan raken wij vervuld van uw vreugde en dan zullen wij leven hebben in overvloed. Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Amen. Zon heeft het gelijk, door witte bloeien stroom. Ik dank hem, die werd rond, zo werd het.
gezegend zijt gij God, Heer van Abraham. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde. Maak het voor ons dat brood van het leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Wat op in uw goddelijk leven. Gezegend, gij God, Heer van al wat leeft, vangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, maak ons door de gaven die wij u hebben toegewijd tot zuiveren van hart. Laat het offer ons ertoe brengen dag aan dag te leven in het vooruitzicht van de hemel. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En met u is. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Breng wij dank aan de Heer onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij uw heilige Vader altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en hun heilig volk te verwerven, strekt hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed
van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus onze paus, Karel onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapend zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen, dragen wij op aan uw zorg, neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen, met de heilige Jozef, de heilige Bonifacius en met alle heiligen die eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn. En u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Amen.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid voor altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. En met uw geest. Wens u elkaar de vrede. Vrede moderna naar u. Vrede moderna naar u. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, Zoon van de liefde God, heb de Heilige Geest, deel van de Vader volbracht. En door uw stervende wereld tot nieuw leven gewekt. Verlos ons door uw heilig lichaam en bloed van alle kwaad, van alle ongerechtigheid. Geef dat ik nooit de weg van uw geboden verlaat, nooit word gescheiden van uw liefde. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus bewaren ons tot eeuwig leven. Amen. Glory and praise to our God.
Heer God, met onbegrijpelijke barmhartigheid hebt gij u tot de zwakke mensen gewend. Wij vragen u, sterk ons met de kracht van uw Zoon, want de genade is ons genoeg. Laat uw vrede en barmhartigheid over ons komen, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat heen in vrede. Wij danken God. Is niet in water.